15. Dan gaat na lang wachten en veel filmwerk eindelijk de film Michiel de Ruiter in de première. Een film waarvan toch wel veel Nederlanders en vooral veel Zeeuwen, denk ik, eindelijk blij zijn dat hij in première gaat. Dat mensen hem kunnen gaan zien. Alhoewel, ik moet wel een beetje oppassen met die uitspraak, want er zijn ook mensen die niet zo blij zijn met de film Michiel de Ruiter. Zo heb ik aan de lijn Julita van actiegroep Michiel de Rover. Julita, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is Michiel de Rover nou eigenlijk? Ja, leuk dat je het vraagt. Michiel de Rover is een tijdelijke actiegroep. Die bestaat uit meerdere stichtingen en een paar individuen die zich druk maken om deze film. En onder andere is dat Zwart Piet Kenniet uit Rotterdam. En de Internationale Socialisten, Doorbraak is erbij betrokken, Strijd tegen Racisme. En zoals ik al zei, een paar individuen die zich zorgen maakten om wat voor beeld er nou weer geschept wordt van Nederlandse koloniale geschiedenis. Want hij wordt eigenlijk als een held afgeschilderd, Michiel de Ruiter, en daar zijn jullie niet mee eens. Nee, zoals de NOS het heel schamper bewoordde, is er minder nadruk voor de minder heldhaftige elementen uit de Gouden Eeuw, zoals dus de slavenhandel. En de regisseur heeft dat ook gewoon erkend. Die zei ook van ja, dat vonden we niet nodig om te laten zien. Dus het is gewoon een bewuste keuze geweest om dat onder het tapijt te schuiven. En ja... Dat is ook onze geschiedenis. Het is misschien minder mooi, je kan er minder spektakel van maken in een film, maar het is wel degelijk onze geschiedenis. Het is zeker de geschiedenis, ja. En dus jullie zijn er dan een beetje tegen die film eigenlijk, morgen de première. Ik heb iets gelezen over lawaai maken en zo. Wat klopt daar precies van? Wat is jullie kant van het verhaal? De 26e is de première bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En dat wordt echt een nationalistisch feestje en dat willen we toch rondom die wereldpremière en daar willen wij toch wel onze onvrede over kenbaar maken door middel van in de buurt van het Scheepvaartmuseum te gaan staan en lawaai te maken en we zullen ook sprekers die een ander geluid zullen laten horen dan in die film. Ja, nee, maar het wordt gewoon eigenlijk een beetje de aandacht willen trekken, even afleiden van die première zelf, meer jullie standpunten duidelijk maken en daarmee hopen meer mensen bewust te maken van het feit dat Michiel de Ruiter misschien helemaal niet zo'n hele heldhaftige man was, maar ook gewoon verschrikkelijke daden heeft uitgevoerd eigenlijk. Ja, precies. Want het wordt een beetje verondersteld dat hij de Nederlandse identiteit met bijbehorende normen en waarden vertegenwoordigt. Mm-hmm. Maar dat hij zou zuinig zijn en heel plichtgetrouw. En hij is van simpele komaf en heeft zich opgewerkt tot admiraal. Dus als je maar hard genoeg je best doet, dan kom je er wel. Dat is een beetje de boodschap, ja. En wij hebben best wel maling aan die boodschap, want hij heeft gewoon wel... De slavenhandel van Nederland, ja, hij handelde weliswaar zelf niet in slaven, maar hij heeft het wel gefaciliteerd. Ja. Hij was wel gewoon de beschermheer daarvan. En wij hebben dus maling aan die boodschap en kiezen voor verzet tegen die zogenaamde opgelegde Nederlandse identiteit. Mm-hmm. Ik snap wel wat je bedoelt, want ja, de slavenhandel, het is niet goed te praten. Als je dat nu nog zou meemaken, dan zou je heel raar opkijken als we nu nog slaven zouden hebben. Aan de andere kant... Het is 400 jaar geleden, ongeveer, toen Michiel de Ruiter leefde. Is het niet, hebben jullie nooit over nagedacht om het een beetje meer naar het heden te verplaatsen? Of gaan jullie echt alleen maar puur op Michiel de Ruiter nog? Of gaan jullie hierna ook nog inzetten voor andere dingen? Want er wordt nog steeds, niet in Nederland dan, maar wel in de wereld, best wel veel aan slaven gedaan. Voor ISIS en zo, die hebben ook enorm veel seksslavinnen en andere slaven en zo. Of is het echt alleen maar puur voor Michiel de Ruiter, dat die even... Ja, ik vind je vraag heel leuk, want het illustreert een beetje wat wij zo storend vinden aan als het gaat om praten over slavernij in Nederland. Mm-hmm. Er wordt altijd meteen gepraat over andere mensen die ook in slaven gehandeld hebben. En andere mensen die gebeurt het ook, ga je druk maken om dingen die nu spelen. Maar ja, voordat je dat kan doen, moet je toch echt eerst kijken naar jezelf. En Nederland... Ja. Probeert het veel te erg onder de tapijt te schuiven wat er allemaal is gebeurd. En als je zo'n film maakt, kan je kiezen voor het perspectief van de onderdrukker of van de onderdrukten. En wij kiezen voor dat laatste. En Nou ja, dat snap ik wel. Dat is op zich wel een hele goed uitgangspunt. Ik denk dat er veel worden het ook wel... toch wel prettig vinden om even die verduidelijking te hebben. Ja, dat snap ik, want de provincie Zeeland financiert natuurlijk mee aan de film. Dus ik snap dat ze geklokken zijn. Want jullie hebben nogal wat ellende over je heen gekregen de afgelopen dagen op internet, kreeg ik te horen. Dat is niet niks volgens mij, of wel?
Nou ja, het betekent dat we een gevoelige snaar hebben geraakt. Dus als het allemaal. Ja, dus dat, in die zin doen we het eigenlijk best goed. Het is uiteindelijk wel succesvol. Ga je de film ook zelf bekijken? Of gewoon in de bioscoop op een dvd'tje of Netflix of weet ik wat. Om te kijken hoe die wordt, hoe de film in totaal is. Of denk je, nee, die film hoef ik echt niet te zien. Gewoon niet. Nou, ik heb de trailer bekeken. En schrijnend is trouwens dat in de trailer de hele tijd gezegd wordt dat de Engelsen willen vechten tegen ons, vrije Nederlanders. Maar ja, ten koste van wie en wat gaat die vrijheid en rijkdom dan? Maar goed, dat vroeg je niet. Ik vond het heel mooi spektakel, die trailer. Ik was erg onder de indruk. Ik wil hem best zien. Je wilt maar toch het verschil is dat als de leden van onze actiegroep gaan kijken, dat wij wel ook de andere kant van die geschiedenis in ons achterhoofd hebben. Ja. En hoeveel mensen hebben dat niet? Ik bedoel, Frank Lammers heeft zelf herhaaldelijk in interviews gezegd, geschiedenis moet je kennen om de toekomst te kunnen waarborgen. Ja, dat is natuurlijk wel heel wrang. Ja. Dat hij dat zegt. En dat is een film voor de jeugd. En ja, de jeugd zegt hij ook, want hij wil de jeugd ook erbij betrekken. Nou ja, oké. En die krijgt dan een heel eenzijdig beeld van de Nederlandse geschiedenis. Eigenlijk krijgt de jeugd gewoon een verkeerd beeld mee nu op deze manier. Op deze film wordt de jeugd een beetje voor de gek gehouden, zeg jij. Want films zijn beeldbepalend. En zeker als ze pretenderen de werkelijkheid weer te geven. En dat pretenderen de filmmakers zeker. Van kijk, het is een Nederlandse held. En dankzij hem bestaan wij zoals we nu zijn. Ja. Nee, dat klopt, ik snap het. Nou ja, even bedankt voor je tijd. Dat je even dit wilde ophelderen voor heel veel en voor mij ook. Want ik heb gisteren heb ik het ook even behandeld in de uitzending. En toen heb ik echt, ik las een stukje op het internet in de krant. Ik heb wel een beetje met verbazing gestaan van waarom ga je in VS nou druk maken over iets wat 400 jaar geleden zich heeft afgespeeld. Er zijn erger dingen in de wereld op dit moment. Maar ik snap het wel wat je bedoelt. Het is echt, je moet eerst naar je eigen verleden kijken voordat je ergens anders iets kan op gaan lossen. En dat doen jullie heel goed met Michiel de Ruiter. Michiel de Rover dus eigenlijk. Want het is toch wel grappig om even te vertellen dat de Ruiter is helemaal niet zijn officiële echte achternaam. In oud-Nederlands betekent dat rover, kaper. Ah, oké. Okay. Dus, dat wist ik niet. Ja, dus vandaar dat wij zo heten. Oh. Hij was dus ook gewoon in dienst van de staat invallen en strooptochten aan het uitvoeren. Eigenlijk heet hij dus Michiel de Rover. Ah, oké. Dus ook nog de titel van de film is ook nog eens fout eigenlijk. Nou nee, want het is natuurlijk gewoon gebruikt met dat taalgebruik. Maar wij hebben het dus opgezocht en de Ruiter betekent gewoon kaper en rover. Dus dat past natuurlijk veel beter bij je, maar dat is minder leuk om op je film te zetten. Want precies. Dan is het weer een stuk minder held. Dan is het weer een mindere held, klopt. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. Ik wens je toch wel eigenlijk gewoon succes met de 26 januari. Omdat toch iedereen mag toch zijn standpunten uiten. En erg bedankt dat je even wilde bijkletsen over dit onderwerp. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, graag gedaan. Mocht het allemaal afgelopen zijn, kan ik je dan weer even bellen over hoe het is gegaan? Ja, lijkt me gezellig. Is goed. Nou, dan spreek ik je vast nog wel een andere keer. Een hele fijne zondag, hè? Ja, hetzelfde. Vind je het goed als ik nu even Slave to the Music draai van James Morrison? Nou, ik zie het door de vingers. Dankjewel, hè. Prettige zondag nog. Ja, hoi. Hetzelfde, doei. So easily, right from the start, to play me like it was a